Ja, zo krijgen we hier burgemeester Jan Kremers van Mazeik bij ons in de praatstoel. Een van de oud-gedienden, mogen we eigenlijk ook wel zeggen, bij de burgemeesters in Limburg. Ik denk dat dat klopt, Kremers. Dirk. Ja. Ja. Bent u klaar voor de dilemma's? Ja, ja. Stel dat hij één zaak zou moeten afstaan in dat mooie Mazeik van u. Wat kiest u? Het standbeeld van de gebroeders Van Eyck of de Codex Eyckensis? Het standbeeld. Tilse Stokma of Kin Rooij? Kin Rooij. Van Eyck bier of wijn van Aldenijk? Wijn van Aldenijk. Dat hadden we daarnet misschien al kunnen vermoeden. Hè? Ja. Een fietstocht of een boottocht? Fietstocht. Laten we dan samen door onze vragen heen fietsen. Mazeik is een van de centrumsteden die traditiegetrouw toch wel wat horecazaken hebben gehad. Ook een levendig winkelcentrum, maar zoals op vele plaatsen de afgelopen jaren ook met heel wat leegstand geconfronteerd. Een probleem dat wat aansleept. Ja, wat kan u daar nog tegen ondernemen vanuit het stadsbestuur? We hebben al een aantal projecten gerealiseerd in het kader van die leegstandsproblematiek. Onder andere met Europese gelden hebben we gevelrenovaties kunnen doen. Mensen hebben daar ook op ingespeeld, gelukkig. Een tweede is natuurlijk heel dat pop-up verhaal, waardoor dat je een sfeer creëert die een aantrekkingskracht moet zijn. Maar dat werkt na een tijd ook niet meer. Op dit ogenblik zijn we samen met de provincie Limburg ook geselecteerd om het DNA van dat centrum vast te stellen. En als daaruit blijkt dat we een aantal dingen kunnen doen, dan gaan we daar zeker op ingaan. Ja. We hebben natuurlijk ook onze leegstandsbelasting. Dus een stuk om een beetje een push te geven om toch iets te doen met die gebouwen. Zij het inderdaad winkels, zij het boutiques. Ja. We kennen natuurlijk het e-commerce verhaal als een van de oorzaken, maar zijn een aantal steden, ik denk ook aan Mazeik trouwens, daar niet een beetje zelf fout aan geweest door ook winkelcentra net buiten de stadskern toe te laten? Ja, net buiten de stadskern, als je het hebt over het winkelcomplex Kloosterbemde, is eigenlijk nog heel sterk verbonden met het stadscentrum. Is in der tijd ook een beetje gebaseerd op de toegangswegen naar het centrum. En uiteindelijk denk ik dat het wel belangrijk is dat we als gemeente meer impact zouden mogen hebben op de invulling. Want meestal liggen die vast in ruimtelijke uitvoeringsplannen, in stedenbouwkundige vergunningen, waardoor dat je een heel procedure moet doorlopen om mogelijk andere invullingen te geven. Zeg nu, wij kunnen te weinig als gemeente? Ja, op dat vlak denk ik dat we met een administratieve loodzware procedure zitten die heel veel gemeenten blokkeren in het snel reageren op trends, onder andere op e-commerce, maar ook om de invulling eventueel te wijzigen. Want je ziet soms patronen van beleving wijzigen. Ik merk bijvoorbeeld dat alles wat horeca, restaurants aangaat, dat stilaan meer en meer uitbreidt. Tijdens het weekend raak je in Mazeik nergens meer binnen, tenzij dat je gereserveerd hebt. Dus je ziet daar ook precies een verschuiving naar een meer horeca gebeuren dan naar een echt winkel gebeuren. Het discussiëren over parkeren is ook iets wat in elke stad wel terugkomt. De Grote Markt in Mazeik, in de loop der jaren is het daar wat gewijzigd. Het uitzicht is wat bijgestuurd, het parkeren is wat bijgestuurd. Zitten jullie daar nu op een punt waarvan u zegt, dit is nu echt het definitieve voor de komende jaren, het plan dat we daar nu hebben, zoals het nu wordt uitgevoerd? Nee, ik denk het niet. Het is inderdaad een probleem wat al decennia lang in Mazeik speelt. Het parkeren op de markt, ja of nee. Het verkeersvrij maken, het volledig verkeersvrij maken. Op dit ogenblik hebben we toch een beeldkwaliteitsstudie liggen, waarvan dat zeker tijdens de volgende legislatuur een aantal beslissingen zullen moeten genomen worden om te kijken op welke wijze dat we dat kunnen invullen. Dat plan geeft een voorbeeld van hoe het zou kunnen. Dat betekent wel dat ze niet volledig verkeersvrij zal zijn. Ja, nu, luisteraars die ondertussen vragen hebben voor de burgemeester van Mazeik, kunt u die natuurlijk via Facebook aan ons doorspelen. Dan zullen we die voorleggen. Zoals bijvoorbeeld Ruben de Lange heeft gedaan, die zich afvraagt waarom u vooral om de stadskern bekommerd is. En ja, men heeft toch het gevoel dat de deelgemeenten, Neeroeteren, Ophoeteren, dat die minder aandacht krijgen. Ik denk dat het een verkeerd beeld is. Want dat komt vaker terug, moet ik zeggen, in de reacties. Dat komt vaker terug. En ik begrijp dat ook wel, omdat we nog altijd zitten met een stuk onverteerde fusie, om het zo te zeggen, van
twee Kempische dorpen met een Maasland stadje. En dat DNA met elkaar verbinden is ontzettend moeilijk. Maar ik denk is, dat is het de Maaslanders tegen de Kempenaars bij jullie? Bah, voor een stuk zit dat natuurlijk ingebakken in dat DNA van die mensen. En ik begrijp ook dat de oriëntering van een stuk van Opoeteren, Dorne naar andere gemeenten, naar nabije gemeenten, dat die groter is dan naar Mazeik. Uiteindelijk zitten we ook met een banaanstructuur van aan de Pater Sangersbrug tot Niel bij As van 18 kilometer, dus dat is niet niks. En ik begrijp dan dat die mensen die verplaatsing ook soms heel moeilijk maken. Ja. Maar dat we de dorpen zouden vergeten, denk ik dat niet juist is. Wordt er evenveel geïnvesteerd in de dorpen als in het centrum? Absoluut, absoluut. Ik denk bijvoorbeeld aan de grote nieuwbouw in Opoeteren, aan de kinderopvang die daar nieuw is, aan de zaalstructuur die daar nieuw is. Ik denk in Neerhoeteren aan de grote nieuwe sporthal, daar inrichting van kruispunten. Het project in het centrum wat daar nu gerealiseerd wordt. Ik denk dat het een beetje overdreven is, maar ik begrijp het gevoel van de mensen wel. Ja, moeten we dan de volgende vraag van Manuela Henkes misschien in dezelfde context zien. Die zich afvraagt waarom de bomen aan het kanaal Gijsterenveld Neerhoeteren niet regelmatiger gesnoeid of onderhouden worden. Ja, zegt ze, de zonnepanelen op de daken, die renderen niet meer. Ja, dat is een vraag die ik ken, die mij ook al meermaals gesteld is. Maar men moet weten dat die bomen niet op eigendom van de stad Mazeik staan. Dat de dienst scheepvaart, de vroegere dienst scheepvaart, dat die daar een verantwoordelijkheid heeft. En ik weet dat men enkele jaren geleden daar toch al werken aan heeft uitgevoerd. Maar het is inderdaad zo, als die bomen in volle groei en bloei zijn, en het zijn oude bomen, dat die een stuk zonlicht wegnemen voor die mensen. Ja, dus maar wij kunnen die niet omdoen. Trouwens, het ligt dus bij de Vlaamse Waterweg. Ja. Maakt u dat dan over aan die instantie? Ja, dat wordt zeker overgemaakt. Er is toen ook heel veel over gecorrespondeerd met de Waterweg. Maar u weet ook dat een boom snoeien, laat staan omhakken, dat een van de grote problemen is de dag van vandaag. En dat zelfs een heel administratieve procedure moet ondergaan eer dat je een boom wegkrijgt. Nu we het toch hebben over grote problemen en lange procedures. De kiezelgroeven. Ja. Het motocrossverhaal is helemaal afgelopen, helemaal verleden tijd. Ja. Hoe zit het nu met de herinrichting en herstelling van dat natuurgebied? Ook niet evident? Nee, misschien wel, misschien niet. Ik ga me even nader verklaren. Het is een natuurgebied. Het is eigendom van de stad Mazeik. Op dit ogenblik zijn alle betonconstructies die er stonden zijn opgeruimd. En men is nu bezig samen met Duinengordel, met de collega gemeente op Glabbeek en Meeuwig-Ruitrode om te kijken op welke, en met het agentschap Natuur en Bos, om te kijken in welke mate dat we daar natuureducatieve projecten kunnen ontwikkelen. Ook om het aan te sluiten op het gebied Duinengordel, zodat ook het mountainbike-circuit kan uitgebreid worden. Ja, dus er is nog wat werk aan de winkel. Er is nog werk aan de winkel, maar we gaan eerst en vooral ook zorgen dat we milieutechnisch in orde zijn. We gaan onderzoek laten doen naar mogelijke vervuiling eerst. Ja, ik zie hier ook nog een vraag van Dirk Verlaak die binnengekomen is. Die vraagt wat jullie als gemeente of stadsbestuur doen voor gehandicapten zorgen dat ouders van een kind met een beperking alleen staan. Voor een deel Vlaamse materie natuurlijk ook. Voor een deel Vlaamse materie. Ik weet ook dat het een gekende problematiek is gedurende de laatste jaren. Zeker met het persoonsvolgend budget wat deze mensen hebben. Maar ik denk dat Mazeik gekend is omwille van zijn grote instelling van de groep der Engelen. Die deze zorg in zijn totaliteit opnemen. En zeker wanneer dat het gaat om mensen die op een intern opgevangen worden, wanneer dat het gaat om mensen die niet die mogelijkheid hebben om opgevangen te worden, hebben wij toch nog altijd binnen de stad een aantal structuren waar zij terecht kunnen. Ja, ik zie dat hier ondertussen ook nog een vraag is binnengelopen van Mine Swinne, die zich afvraagt, nogal direct, wat is het nut van een burgemeester als de ambtenaar beslist om een dossier wel of niet op het Schepencollege te brengen? Ja, dat is wel een heel boeiende vraag, want eigenlijk ga je dan een beetje de vraag stellen, bestaat het primaat van de politiek nog? Ja, en bestaat dat nog? Soms twijfel ik eraan. Soms twijfel ik eraan. En ik ga mij nader verklaren, als je het nieuwe gemeentedecreet ziet, dan zie je dat de ambtenaren onder leiding van de secretaris en het managementteam een bijzonder grote rol toegedicht krijgen en die ook hebben. Heel het personeelsgebeuren, heel de personeelsmaterie is als het ware eigendom
van de stadssecretaris die als hoofd van het personeel fungeert. En anderzijds zie je dat de voorbereiding van de dossiers, de administratieve voorbereiding, dat die inderdaad door heel die administratieve weg gaan en uiteindelijk voorgelegd worden, ofwel aan het college burgemeester en Schepenen en voor de andere dossiers aan de gemeenteraad. Maar de politieke impact op deze dossiers mindert met de dag. Levert dat spanningen op binnen het stadhuis? Dus enerzijds politiek, anderzijds administratie? Gelukkig bij ons niet, omdat wij een zeer goed werkend managementteam hebben binnen onze stad. We zijn ook bezig met al enkele jaren met onze hele organisatiestructuur aan te passen op basis van één regel. Dat is een kwalitatieve goede dienstverlening voor onze burgers, want het zijn zij die ook ons allemaal betalen. Ja, nu, een merkwaardig gegeven de afgelopen jaren, als we het hadden over radicale moslims, zeg maar, al dan niet gelinkt aan terrorisme, Syrië-strijders. In eerste instantie dacht iedereen aan Molenbeek, Vilvoorde, Antwerpen. Ja, en dan geregeld duikt daar die naam van het brave stadje Mazeik op. En ja, dan krijg je ongeruste inwoners natuurlijk. Je hebt inderdaad mensen die ongerust zijn. De eerste vraag die men mij altijd stelt, waarom in Mazeik? Daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Ik denk dat dat puur toeval is geweest dat deze mensen daar ooit zijn zich komen vestigen en dan meegezogen zijn in dat soort van radicalisering. Wat heel belangrijk is, denk ik, dat wij een goede relatie hebben en uitbouwen met onze moskee die ter plaatse is. Want als je niet in dialoog treedt met deze mensen, dan denk ik dat het inderdaad falikant afloopt en dat een aantal mensen met minder goede bedoelingen, dat die hun eigen weg kunnen gaan. Wanneer dat je goede dialoog hebt met die bestuur van de moskee, kan je heel wat dingen ondervangen. En dat is ontzettend belangrijk dat we die dialoog in stand houden, in de hoop te komen ooit tot een erkenning van de moskee. Ja. Omdat je dan ook veel meer impact hebt natuurlijk op het gebeuren binnen de moskee. Met dialoog geeft u één ding aan wat u als lokaal bestuur kan doen, maar globaal de problematiek aanpakken kan u natuurlijk als Mazeik niet alleen. En voelt u zich daar voldoende in gesteund? Ik moet zeggen dat wij vanuit het federale en ook vanuit het Vlaamse niveau projecttoelagen hebben gekregen, waardoor dat wij iemand hebben kunnen aanwerven die zich heel specifiek met deze problematiek bezighoudt. En we hebben daar toch al een aantal dingen gerealiseerd. Ook de contacten met de collega-gemeente rond deze problematiek, die brengt toch wel heel wat bij om lokaal ook bij te sturen. Ja, even over uzelf. Dit is uw laatste ambtstermijn als burgemeester. Dat klopt. Waarom? Waarom? Ik ben op het einde van het jaar 18 jaar burgemeester. Ik word 66 jaar dit jaar. En ik heb altijd gezegd, wanneer dat je in de politiek beweert dat jonge mensen kansen moeten krijgen, dan vind ik dat je dat ook in de praktijk moet brengen. En dat is een van de grote redenen waarom dat ik gezegd heb, ik wil jonge mannen de kans geven. Dat is één. Twee, als je 18 jaar burgemeester bent, dan weegt dat natuurlijk ook op het persoonlijke en het familiale leven. En ik hoop dan ook wat meer tijd te kunnen vrijmaken natuurlijk voor andere dingen. Wat niet wil zeggen dat ik politiek niet geëngageerd wil blijven, want ik ga de lijst duwen. Ik hoop ook nog verkozen te worden en natuurlijk ook nog in een meerderheid terecht te komen. Ja. U gaat als nog zetelen als raadslid? Dan zou ik als raadslid willen zetelen, ja. Bestaat er niet het gevaar dat u een soort van schoonmoeder gaat zijn voor de anderen? Ik denk het niet. Ik wil me heel bescheiden daarin opstellen en als men denkt dat mij ervaring die ik heb van pas kan komen, dan zullen ze mij dat wel vragen. En, heel kort, het mooiste moment uit 18 jaar bijna 18 jaar ondertussen burgemeesterschap? Het mooiste moment is het eigenlijk toch wel iedere keer na een verkiezing aanvoelen dat je het vertrouwen nog hebt van heel veel inwoners van je gemeente. Dat doet eigenlijk ontzettend deugd. En wat ga je nadien het meest missen aan dat dagelijkse burgemeesterschap? Ik denk natuurlijk het enorme netwerk wat je op die 18 jaar uitgebouwd hebt, dat zal wegvallen, daar ben ik mij van bewust. En dat zal zeer snel gaan dat afbrokkelt en wegvalt. En ik denk dat ik dat wel ga missen. Als ook natuurlijk de vele dossiers waar je mee bezig bent, die zo divers zijn van milieu, ruimtelijke ordening tot welzijn, noem maar op. Ja, dat zijn toch wel dingen die ik ga missen. Dank u wel. Graag gedaan. Jan Kremers, burgemeester van Mazeik, nog tot eind van dit jaar.
Dank u wel, Dirk.